Jan Derksen. Het zit erop. Ja, het zit erop. Het is 18 nou ja, mooie holes met van alles nog wat. Dubbels, bogies. Nee, geen bogies eigenlijk. Birdies en parren. Ja, het was een bijzondere ronde. Ja. Hoe sta je op vanochtend? We hebben het er vaker over gehad, maar vandaag was dan echt de dag. Gaat er dan nog wel iets door je heen? Nou, ik moet zeggen, ik ben de hele week al best wel moe. Ik denk dat het gewoon toch wel een beetje emotie is. Dus ik echt als geslapen als een roos. Maar ik werd wel, hoe laat moest ik opstaan? Kwart over zes ongeveer. Ik werd wel 5:30 wakker. En toen had ik inderdaad moeite om nog te slapen. Dan denk ik van, bijzondere dag vandaag. En speelde ik met twee leuke gasten, zeg maar. Dat was gewoon Lynn en Ilone. Gewoon prima flight. Onder mooie omstandigheden, mooi weer. En als je dan zo je carrière kan afsluiten, dan is dat alleen maar leuk. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ik bedoel, wat dat betreft was het een hele relaxte ronde. Want qua scoren maakt het eigenlijk allemaal niet uit. Dus niet te vergelijken met het KLM Open natuurlijk. Maar als jij op die laatste tier staat? Ja, Janny die zei dat hij mij ontsloeg op de 17e green. En het is een klein stukje lopen naar 18 dan. En het was wel relaxter, zeg maar. Dat was, in KLM waren we heel gefocust. En daar kwam eigenlijk de emotie toen we de green opgingen. En hier waren we eigenlijk al twee relatief relaxed over. En ik heb Janny bedankt op de 18e afslag. En ik zeg van, bedankt. Het is geweldig om zo iemand te hebben voor 7 jaar. En daardoor was het eigenlijk een hele relaxte laatste hole. Met een hele goede tweede slag. En uiteindelijk ook nog een birdie. Dus ja, het kon eigenlijk niet relaxter. En ik kon mezelf redelijk in bedwang houden. En daar dus ook die put maken, denk ik. Dus ja. Ja, het is heerlijk om je carrière te besluiten met een birdie. Ja, dat wil je. Dat is natuurlijk een droom. Maar goed, ik had nog een IJzer 4 naar binnen op mijn laatste hole. En ik was blij dat ik hem op de kring sloeg. Ik denk, twee puts. Maar hij lag eigenlijk zo dichtbij. Ik denk, nu moet die put er ook in. Dus bijna een soort van extra moeite gedaan om hem goed te lezen. En die ging erin. En dat is iets wat je natuurlijk nooit meer vergeet. Ik bedoel, wat ik al zei, KLM vergeet ik nooit meer dit jaar. Maar ook afsluiten met een birdie is natuurlijk wel heel bijzonder. En dat is, dat neemt niemand je meer af. Ik bedoel, ik maak wel een birdie op mijn laatste toernooi op de Europese Tour. Punt. Robert, it gives me great pleasure to announce that you're leaving us from the European Tour. Thank you for your loyal support, and we thought this was appropriate as a token of our appreciation of 394 starts. So I'm sure there's a few air miles that you put on in that as well. But thank you again. Good luck in everything you do. Keep in touch. We will. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for all the years. Oh, that's great. Thanks, Anya. Thanks, Bobby. Best of luck to you. Thank you.